moeilijk om uit die molen te komen. Waarom? Die instanties zullen alles aan doen om jouw kinderen niet meer terug te geven. Alles wat er gebeurt, ook de politie invallen, wat ik dat is gewoon onrechtvaardig. Want mijn kinderen waren voor de uithuisplaatsing al 12 jaar, 5,5 jaar, 2,5 jaar en bijna 1 jaar. Mijn dochter is nu 15, 7, 5 en 1,5. Bijna 1,5. En mijn kinderen zijn nooit eens een middagje naar huis geweest. Sinds 4 juli 2017, omdat ik zelf naar de Raad voor de Kinderbescherming heb gebeld. Omdat mijn vriend ging het even geestelijk niet goed mee. En ik had vroeger met de Raad voor de Kinderbescherming afgesproken. Een soort borgingsplan, een soort veiligheidsplan. Als het met mijn vriend geestelijk niet goed zou gaan. Dat ik uit bescherming, wat ik dan moet doen. En uiteindelijk, van een liefdevol gezin werd het ineens huiselijk geweld. En toen heb ik uit bescherming om hulp gevraagd. Maar die hulp die ik moest hebben, die kreeg ik niet. In plaats daarvan hebben ze mij in de val gelokt. En hebben ze eigenlijk een spoeduithuisplaatsing gedaan. En dan is het heel moeilijk om ze weer terug te krijgen. Dat is wat bij mij ook gebeurt. Want zolang alle hulpverleners aan tafel, dus niet de mensen, maar eigenlijk het systeem erin zijn functioneren, gericht zijn op geld verdienen in plaats van daadwerkelijk hulp verlenen, kan je ook niet van hun verwachten dat zij jou gaan helpen. Want zij verdienen alleen geld aan jou. Er wordt alleen inkomen gegenereerd als het jou slecht gaat. Dus het systeem waarin zij opereren is al vervuild, is al niet gericht op het hulpverlenen, is niet gericht op het beschermen van jouw rechten en die van je kind. En daar gaat het mis en daar moet wat aan gedaan worden.